We komen nu bij de categorie Fru en Spätburgunders onder 15 euro. Ook hier hebben we een splitsing moeten maken tussen boven 15 en onder 15 euro. Omdat je toch wel de goedkopere wijnen niet kan vergelijken met de duurdere topwijnen in dit segment. Maar wat we al eerder constateerden is dat, dat over de hele linie de Spätburgunders in Duitsland, Frühburgunder, echt heel hoog van niveau is geworden. Ja. Echt een concurrent is geworden van Franse Pinot Noir eigenlijk. Ja, in de top kunnen ze mee met echt hele goeie. Ja. Maar het voordeel is ook dat ze tot 15 euro ongelooflijk veel kwaliteit hebben. Ja, de wijn die hier gewonnen heeft, dus de Matthias Gaul Pinot Noir Asselheim 2017 van Victory Wines, prijskategorie 6, dus onder 15 euro. Ja, die wijn die scoort bij al onze proeverijen gewoon heel erg goed. Het is dus een mooie rode wijn, heerlijk soepel, mooi lekker drinkbaar. Het is in balans, het heeft prachtig fruit. Ja. Ja, in dit geval bewust Pinot Noir genoemd, denk ik. Je ziet dus een soort strategie toch bij producenten om te zeggen of Spätburgunder of Pinot Noir op het etiket. Ja. En Pinot Noir, dat zijn degenen die toch wat meer naar die Franse stijl willen leunen. Het Pinot Noir fruit willen, zoals het in Frankrijk gemaakt wordt. Of bewust voor de export, hè? Dat kan ook nog. Dat loopt door elkaar heen. Ja, dus je kunt er niet helemaal op vertrouwen. Nee, dat is absoluut zo. Maar neem niet weg dat dit is een prachtige wijn en voor zijn prijs is het geweldig. Ja. Heerlijk om te drinken, licht gekoeld en dan heb je een prachtige rode wijn. Matthias Gaul bewijst weer dat hij meestelijke Pinot Noir over de hele linie is het goed, goede prijskwaliteit, maar dit Pinot Noir is echt heel goed. Ja, gefeliciteerd. Ja.